Goed, het volgende onderwerp. Ter gelegenheid van de permanente vestiging van de Tatum Kunstruimte in het, hier op de Rambeek, wordt in september het openingsprogramma Wim By, oftewel Welcome in My Backyard, rondom het thema User-Generated Art gegeven. Ja, ik ben wel op de hoogte. Ik word hier al aangekeken zo van, ik klink, dus ik ben een project van Ruud Landvermeijen en de Blue Noise Department maakt hier deel van uit. Binnen dit project kunnen 48 mensen uit Enschede de hoofdrol spelen door hun DNA af te staan waaruit geluid wordt gedistilleerd met als eindresultaat een mechanisch orkest. En dat wordt dan compleet een fanfare. Nou, ben ik blij dat ze hier in de uitzending zijn, want ik snap er niks meer van. Dat is Ruud Landvermeijen en Jenne Sipman. Hele goede middag. Hoe kun je nou in godsnaam van DNA muziek maken? Dat is heel eenvoudig, omdat DNA, als je het analyseert, bestaat uit 4 aminozuren. En de beginletters van die aminozuren zijn hetzelfde als muzieknoten. Dus iedereen bestaat uit dezelfde 4 muzieknoten. G, C, A en B. Dat is bij elkaar namelijk een 9 akkoord. Maar zodra ik wangslijm van jou afneem en ik laat het analyseren, we laten het analyseren in Leiden in een laboratorium, dan komen er een volgorde van die 4 nootjes uit. Nou, en dat is dus jouw muziek. Okay. Jij klinkt dus anders als iemand anders. Oké, ik denk niet dat mijn reclasseringsambtenaar dat zo leuk vindt, maar wat gaat het eindresultaat? Je zegt terecht, er zijn 4 noten, ja. Maar daarmee maak je geen fanfare. Nou, de volgorde van die 4 noten is bij iedereen heel verschillend. En dus doordat je die volgorde van noten steeds afspeelt, en dat doen we de ene keer in de vorm van piano, de volgende keer in cello, trompet, dus maar alle ingrediënten die er in een heel groot orkest zitten. Als je dat dus afspeelt, dan krijg je een compositie. Oké. Okay. Ja, maar wat moeten de deelnemers dan überhaupt doen? De deelnemers, die moeten nieuwsgierig genoeg zijn om te vinden dat ze willen weten hoe ze klinken. He, we kennen het verschijnsel. Ik ben dus ik denk, of ik denk dus ik ben. Ja. En nu hebben wij daar een variatie op van ik klink dus ik ben. Ja. Dus die nieuwsgierigheid, hoe klink ik en wat is het verschil tussen mij en mijn buurvrouw, of klinkt mijn gezin, dat zou natuurlijk ook heel leuk zijn als je als gezin denkt van we gaan er met z'n 4 of 5 of uit hoeveel je bestaat, gaan we er naartoe. We laten wangslijm afnemen. Ja. Ze komen op 13 augustus, is de dag dat we in Tatum een dag hebben waarin we iedereen welkom heten om daar te komen. Dan word je dan staan wij daar klaar met een teampje. We gaan je meten, we gaan je wegen, we gaan je haarkleur opschrijven. We kijken een beetje naar je biologische uiterlijk. Nemen wangslijm af. En vervolgens tekenen we een contract met elkaar. Ja, want de wet op de privacy, helemaal met DNA, ja. Dat is nog wel wat. Ja. Dat krijg je niet zomaar, dan moet je wel wat doen. Ja, nou dat is ook onder andere onderdeel van dit project. Dat we eigenlijk zit dat hele DNA-discussie zit heel erg in de daders- en slachtofferhoek. Ja. De politie en dat soort dingen allemaal. En wat wij nou graag willen is dat die discussie eigenlijk niet meer geldt, omdat wij maken er een feestje van, zou je kunnen zeggen. En nadat we de DNA van de mensen hebben ingezet voor dat prachtige Enschedese orkest, wordt het DNA natuurlijk vernietigd en er gebeurt geen enkel ander feit mee. En dat kunnen wij garanderen. En dat is zeg maar het contract wat we met de mensen tekenen. Ja, oké. Want wat gebeurt er verder met het DNA, Ruud? Zodra het gaat naar het laboratorium in Leiden. In Leiden hebben we een afspraak gemaakt of een contract met gemaakt dat ze het alleen maar analyseren op die 4 nootjes. Dus er wordt niet geïnterpreteerd. Er wordt niet bekeken van wat er nog anders mee kan. Het zijn puur, we hebben gevraagd, hier heb je het wattenstaafje. Zoek uit, ik wil een reeks van 300 nootjes eruit. In welke volgorde zit dat? Dat sturen zij op naar mij, dus ik krijg alleen maar G, C, A en B in een verschillende volgorde. En vervolgens gaat het wattenstaafje in de prullenbak. Oké, die gegevens worden ook absoluut niet. Het is voor jou ook niet van belang van
Nou, dit DNA komt van die persoon af? Nou, zeg maar dat wel. Oké. Okay. Want, kijk, het is een orkest. En wat we willen bereiken met die hele installatie, is dat mensen ook in de gaten krijgen. Niet alleen hoe zij klinken, maar hoe ze ook verschillend klinken of overeenkomstig klinken van iemand anders. Dus, met andere woorden, wat je in de tentoonstelling erachter komt, is dat je weet van nou, Jan Aldersma uit Roombeek 34 klinkt zo. En die klinkt anders als Marie Teunissen uit een andere straat. Ja, dat is zo. Jullie gaan daar een cd van maken? Ja. Gaan jullie hem ook uitbrengen? Het wordt zelfs een DVD, omdat er zit ook beeld bij, omdat het is een mechanisch orkest. En dat wil zeggen dat we maken alles beweegbaar. En dat is met video erbij en er gaan dingen heen en weer bewegen en er worden op dingen geblazen en geslagen, gestampt en weet ik veel. Dus het is een mechanisch orkest, een heel groot organisme zou je kunnen zeggen, die muziek maakt. En het beeld wat daarvan afkomt is net zo specifiek als het geluid. Dat wil zeggen, als we jouw compositie laten horen, gaat het hele orkest voert ook een ander dansje uit, zou je kunnen zeggen. Als bij iemand anders. Oké. Okay. Is er al een naam voor de band, het hit? Hoe gaat het heten? Ja, ik bedoel, je doet maar, alles heb je. Nou, misschien klinkt maar. Klinkt maar. Potpourri. Potpourri. Ja. Potpourri. Nee, de Enschedese potpourri. Ja. Het leuke zou ook zijn, want je zei net, is het belangrijk of je weet welke personen het zijn, dat we echt een doorsnee van de Enschedese bevolking, hè? Dus niet dat alleen kunstminnend, maar gewoon echt iedereen, hoe klinkt de slager om de hoek, wat voor ritme heeft de bakker, zodat je gewoon echt een door alles, door iedereen, mannen, vrouwen, jong, oud, kom naar... Jenne, ik ga je toch heel even ontbreken, ik zou zeggen, doe een oproep, want, of heb je de 48 personen al bij elkaar? Nee, het probleem is, nu is het vakantie. Ja. Dus we hebben een beetje dat we denken van, nou, kom op. En als mensen terugkomen van vakantie wordt het waarschijnlijk wel wat drukker. Maar ik zou nogmaals iedereen willen oproepen om op de 13e augustus de hele dag het nieuwe Tatum voor ons je DNA te komen afgeven. Je kan je van tevoren opgeven bij een e-mailadres en dat is Richelle. Richelle @tatum.nl. En dan maakt Richelle, stuurt je alsnog het verhaal terug, hoe en wat precies, wat er van je verwacht wordt en om welke tijd je welkom bent. Nou, kan ik me voorstellen dat de luisteraars dit allemaal iets te snel gaat. Ja. Is er een website? Ja, je kunt naar Blue Noise website. Dat is zeg maar wie wij zijn. Dat is www.bluenoise.nl. Daar staan alle gegevens op, maar je kunt ook naar de website van Tatum. Oké. Okay. Gaan jullie trouwens nog een andere oproep doen om mensen te krijgen of alleen maar hier? Morgen doen we een interview met een journalist van de Tubantia. Dat is Ben Lansing. Die heeft ook al namelijk aangeboden om zijn wangslijm af te staan. Doet ook Arthur Geesink, die heeft ook al toegezegd, dat is een acteur die... Ja, we kennen hem. Ja. Jonge Leur en Oorlog, ontreffend. Dus als jij ook onderdeel van hetzelfde orkest wil worden, dan moet je er snel bij zijn. Wees erbij, want op is op. Op is op. Op is op. Gaat dat dan, stel dat het een succes wordt, ja. Gaan jullie dan ook weer een tweede CD of DVD maken? Ja, als het... willen wel weten hoe Eindhoven klinkt. Oké, okay. Dus dan vertrekken jullie uit Enschede en dan ga je die kant op. Of New York, wat dacht je daarvan? Overal ja, dat zijn snoepreisjes. Ja, nee, dat zijn snoepreisjes. Nou, we gaan het zeker, het komt ook nog in Amsterdam en het komt nog in Rotterdam. En dat allemaal hier weer terug op Tatum. Ja. Want hier is de kick-off. Ja, want hier is de kick-off. Nee, dit is zeg maar de basis van het orkest. Ik wens jullie heel veel succes daarbij. Ja, helaas, het journaal staat voor de deur. We moeten wel. Okay. Laat ons alsjeblieft even weten hoe het een en ander allemaal verloopt. En uiteraard, wij blijven op de hoogte hier bij Enschede Actueel. Dank je wel.
Vanuit de hoofdstad van Twente is dit Enschede FM. Met nu al het nieuws uit Enschede.